Oké, ik heb de eer om namens Ajax Luis jou toe te spreken. Met name omdat die supporters zoveel van jou genoten hebben. Ik denk dat jij een speler bent bij uitstek waar mensen voor naar het stadion komen. Zoveel temperament, zoveel spectaculaire acties. En als ik zeg... Op een gegeven moment stond je volgens mij in alle klassementen. Meeste doelpogingen, meeste assist, meeste keren paal en lat geraakt. Maar ik hoef maar één statistiek op te noemen om voor jou een ovationeel applaus te krijgen. En dat is 159 wedstrijden, 111 goals. Natuurlijk, we hadden je graag hier veel langer gehouden. We houden van je, maar ik denk dat de tijd rijp is voor jou voor een nieuwe stap. En we gunnen je die. En ik wens je dan ook namens alles en iedereen van Ajax een geweldige toekomst bij Liverpool. Hallo voor iedereen. Ik kan niet praten in Nederland, maar probeer. Ik zeg voor iedereen bedankt. Ik 3,5 jaar fantastisch voor mij. Ik heb leren hier met de vrienden, met iedereen van buiten de veld, op de veld. En alleen bedankt en tot ziens. De wedstrijd, of gisteravond, ik denk, ja, het is een moeilijk moment omdat voor mij afgeschakeld is niet goed. Omdat deze is niet het laatste moment hier aan de arena, zeker omdat ik ga missen en ik zeg ik ga terug, zeker omdat ik heb alles hier, mijn leven, ik kan leren, alles. Je hebt net afscheid genomen van de spelers in de kleedkamer, hoe was dat, wat zeiden ze? Het is normaal dat alle spelers weten. En ook ik zeg sorry voor de weg in het half seizoen, omdat het is niet goed voor de club, voor de speler is niet goed. Maar in de moment van de carrière, iedereen weet één kans en kan weg.